Yo, Kevin Westphal hier en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Ark Extinction. Yes, we zijn hier terug in de wereld van Ark Extinction. In de mooie basis. En ik zag je net. Ja, dit is de Dung Beetle. Yes, de Dung Beetle en ons Listervintje. Die lopen allebei gewoon een beetje rond door de base. Yes. Ik heb ook, eigenlijk in de vorige aflevering, of voor de vorige aflevering, heb ik alles van onze base beneden hier naartoe gehaald. Dit zijn eigenlijk alle plekjes waar onze blueprints zitten. En voor de rest heb ik hier, even kijken, hier zitten zadels in, wat gewoon heel weinig hebben. Tools zitten hierin, hier zitten wapens in, en hier zitten armor in. Dus ja, ik heb alles een beetje hier neergezet. Onze baas is echt gewoon heel mooi nu. Maar, er mist nog iets in de baas, en dat moet hier komen te staan. Want er is een Ark Extinction item. Yes, laat ik even gaan kijken, want volgens mij heb ik die allemaal hierin zitten. Yes, hier zitten enforcers in. Hier zitten cryo's in. Dit zijn cryopods. En ze hebben een spoil date. Wat nu, op dit moment, 8 dagen en 17 uur is. Je kunt ze rechargen at a cryo fridge. Oftewel een koelkast voor cryopods. En die gaan we vandaag maken. Als je gaat kijken naar Extinction Engrams. En dit is natuurlijk de Mac, waar we binnenkort naar gaan kijken. Is hier de cryo fridge. En de cryo fridge kost 25 crystal. 250 metal, 60 polymer en 15 electronics. Dat is heel erg goedkoop. Dat is gewoon eigenlijk iets te maken. En waarom zit nou deze Dung Beetle te moonwalken? I don't know. Ik heb geen idee wat de Dung Beetles doen. Volgens mij moeten we die hierin maken. Of we moeten hem gaan maken in de fabricator. Maar dat weet ik niet. Even kijken. Moeten we hem maken in de fabricator? In de tech replicator. Oh, we moeten hem maken in de tech replicator. Oké. Laten we turn on. Laten wij even gaan kijken naar waar dit ding precies is. Hier is die. Kabam. Kabam. Laten we hem maken. En hij is klaar. Hij is zeker klaar. Kijk eens aan. En we hebben een cryo fridge. Nice. Laten we deze eventjes plaatsen en kijken hoe die eruit ziet. Hij is redelijk klein. Dus past hij hier heel mooi in. Kabam, de cryo fridge. Zo ziet hij eruit. Hij heeft allemaal gaten. Daar stop je waarschijnlijk cryopods in. Wat is dit? Het klinkt als een koelkast. Store your cryopods here to recharge them and keep them alive forever. Oeh. Dus wat ik kan doen is... Ik kan bijvoorbeeld... ik kan al mijn cryopods pakken. Laat ik even zeggen. Ik pak gewoon een heleboel cryopods. Pam. Yes. En ik kan bijvoorbeeld de Dung Beetle hier. Yes. Kan ik eventjes zeggen... Ik ga de Dung Beetle in de cryopod stoppen. Nee, de Dung Beetle die loopt weg. Oké, Dung Beetle. Daar ga je er toch niet in. Zoals deze. Arnold hebben we gewoon niet nodig. Arnold hebben we niet echt meer nodig. Dus Arnold gaan we in deze cryopod stoppen. En... Kabam! Arnold is weg. Arnold zit in de cryopod. Dan gaan we naar deze nice stort. En dan kunnen we Arnold hierin stoppen. En Arnold blijft voor altijd hierin zitten. Yes. Kan ik al deze hierin stoppen? Kijk eens aan. Ze zijn allemaal aan het chargen. Yes. Dus wat ik nu ga doen is ik wil al mijn cryopods gaan pakken. Al mijn cryopods. Leg gewoon zo doen. Kabam. Nice. Dit zijn alle cryopods. Die gaan allemaal in zijn koelkast stoppen. Yes. Alle cryopods gaan in de koelkast. En Arnold. Arnold kan ook in de koelkast. Dus, dit is heel handig. Kan ik jou hier neerzetten? Nice. Arnold zit hierin. En je kunt zien dat ze aan het chargen zijn. Ik heb geen idee hoe lang het duurt voordat ze helemaal gecharged zijn. Waarschijnlijk duurt dat dagen. Ik verwacht dat het dagen duurt. Om bijvoorbeeld als ik deze hier uithaal. Deze is 9 dagen en 16 uur goed voordat hij spoilt. Dus waarschijnlijk moet hij heel lang wachten voordat hij oplaadt. Denk ik. Ik heb niet echt een idee hoe en wat. Dus Arnold zit gewoon letterlijk in deze koelkast. Dus die hele grote dino zit letterlijk in deze koelkast. Het kan een Ark. Jawel, jawel. Maar wat ik ook wil gaan doen in deze aflevering. Is ik wil gaan kijken naar een aantal dingen die we nog niet hebben gemaakt. Bijvoorbeeld de delivery crate. Ga ik niet gebruiken. Dus ga ik ook niet craften. Ik weet dat het doet, het is denk ik heel simpel wat het doet. Een tag pitch. En een tag gravity grenade. Oeh, dat is misschien wel handig. Ik wil kijken wat dit doet. Een unassembled mech. Ik wil een unassembled mech maken. Maar hebben wij daar genoeg materials voor? Dat is de vraag. We hebben genoeg materials voor een undercrafted mech. Oké, ik wil gewoon kijken hoe dat eruit ziet en wat dat is. Oké. Mech. Oké, laten we even kijken. Mech. Level 51 mech. We hebben ons als een mech. Wat de?
Oké. Wat kan ik hiermee doen? Consume. E. Wow! Wat de... Wat de... Wat? Mech, level 51. Health, 14.300. Stamina, 2000. Melee damage, 181%. Kan ik jou... pick-upen? Ik heb een mech op mijn schouder. Oh, dit is awesome. Dit is... Wat de... Oké, ik wil hem hier neerzetten. Hallo, hoe is het met jou? Hallo. Alles goed? Kabam! Er staat een mech op je. Kan ik... Oh my god. We hebben zelfs een mech. Hak de boom om. Fuel gaat naar beneden. Hoe kan ik de fuel weer opladen? Heb jij dus nodig om opgeladen te worden? Oké, okay. Laat ik even kijken of hij dust nodig heeft om weer op te laden. Ik heb geen idee, maar we hebben dust genoeg. Dus het is niet echt een probleem. Hier, 1000 dust. Kijk of dit gaat helpen. 1000. Kijk hoe groot hij is. Holy shit. En dit is nog een kleine mech. Er zijn blijkbaar grotere mechs die je kunt maken. Maar waarschijnlijk kun je die alleen maar krijgen uit loot van bossfights. Oké, okay. Ga je nu weer rechargen? Nee, fuel is 55%. Wat voor fuel heb jij nodig om dit omhoog te krijgen? Dat vraag... Heb je letterlijk gasoline nodig? Heb je gasoline nodig? Nou, dit vraag ik me nu af. Oké, okay, laat ik even kijken. Ik heb nog gasoline die inzitten volgens mij. Yes, gasoline. Heb jij gasoline nodig om te werken? Want als jij... Als je hem niet kunt opladen op wat voor manier dan ook... Dan heb je er niet heel veel aan. Fuel 55%. Wat als de fuel helemaal op is? Fuel is an empty. Put element in hem. Oh, hij heeft element nodig. Hele element. Ook al heeft hij er hier wel eentje van... Dus je hebt element nodig? Oeh, dit is op zich... Interessant, interessant. Je hebt dus element nodig. Hoeveel element heb je nodig? Hier, 92 element stop ik wel in jou. Kijk, en dan wil ik... Ik wil testen hoe goed die is. Dat wil ik doen. Dat wil ik doen. Even kijken, als ik nu gewoon element... Nee, ik stop op jou zitten zo. Ik stop element in jou. Fuel gaat omhoog. Nice. Dus het is één fuel voor een aantal dingen. Maar... We hebben ook een aantal dingen die we kunnen craften voor de mech. Je kunt een MSCM maken. Mech Siege Cannon Module. Equip a mech with this module to arm with a powerful long-range siege cannon. Unequipping reduces durability. Requires cannon shells to be fired. Oké, okay, dus je hebt deze nodig. Dus, oké. Okay. Je hebt ook deze. Wat is dit? Rocket launcher. Oeh. En dit zijn dus de rockets. Maar als je de rockets wil maken, heb je dus deze materials nodig. En het is niet... Het is niet heel moeilijk deze materials te krijgen. Maar het is toch wel wat. Ja, dit is een shield. Shield is niet echt nodig, denk ik. Maar... Interessant, interessant. Daar wil ik niet deze aflevering naar gaan kijken. Ik wil kijken of een mech kan levelen. Daar ben ik benieuwd naar. Kan een mech levelen? Dus ik ga even op Sky. Hier, ik ga naar beneden vliegen. En ik wil gaan kijken of de mech XP krijgt. En of de mech XP krijgt. En hoe de mech XP krijgt. Ik weet niet of dat kan. Moet je dingen killen? Krijgt hij XP op die manier? Want je kunt hem levelen, want die dingen die zijn er niet voor niets. Je kunt hem levelen, dat weet ik. Oké, kunnen we even landen hier? Nee, je kunt hier blijkbaar niet landen. Op een of andere manier. Ik ben een server aan het crashen. Maar dan kan ik hier niet landen. Ik kan helemaal niet meer landen. Dan landen we toch niet. Oké, okay, Sky.
Hier. En pick-up. Oké. Okay. Laat ik kijken. Je hebt dus al stamina. Dat heb je dus wel. Maar kijk hoe snel die is. Holy shit. Hij is super snel. Dus ik wil even kijken hoeveel damage die nu doet. Hier zijn allemaal dino's. Ik wil eerst het zwaar proberen. Wow. 500 damage. What? Dit is zo cool. Dit is zo cool. Oké. Je kunt hem dus niet levelen. Interessant. Interessant. Je kunt hem dus niet levelen. Oké. Okay. Dus je krijgt standaard met 14.000 health. Dat is dus wat de max standaard zijn. Maar als ik nu zeg van ik wil gewoon jou schieten voor damage doet dit. En dat 400 plus damage, dat is best wel veel. En we hebben natuurlijk net een mech gecraft. Laten we even kijken. Hoeveel kost het om een mech te maken? Een mech kost dit. Dit is letterlijk niks. Dit is letterlijk gewoon helemaal niks. Dus als je bijvoorbeeld boss fights doet. Wat je kunt doen, is bijvoorbeeld de Forest Titan. Is je maakt gewoon... Nee, dat is deze. Sorry, deze moet ik hebben. Dit. Oké, de 1000 cementing pace, 500 polymer is op zich wel wat. Maar het is niet zo moeilijk om dat te krijgen. Je kunt makkelijk 10 van deze dingen maken als je zou willen. Dat is niet zo heel moeilijk. Polymer kun je krijgen door middel van gacha's. Metal kun je zelf maken, dat is niet zo moeilijk. Pearls kun je krijgen door gacha's. Crystal kun je overal vinden. En element is dan het enige beetje moeilijke dat je kunt maken. Wat is er nou aan de hand? Allemaal dood gaan jullie. En ze zijn allemaal dood. Het hebben wel element nodig. Dus ze zijn wel handig. Maar, zoals ik zeg. Je hebt wel element nodig om... Ook om gewoon simpelweg met ze te kunnen... Om ze net te kunnen gebruiken. Bam, 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 bam. Die. En jij. Maar dit ziet er heel lastig uit. En force level 12. Dead. Haha. Kun je dit harvesten? Kun je dit force harvesten? Nee, niet echt. Oké. Okay. Bam, 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 bam. En hij is dood. Haha. Kijk, maar kijk ook simpelweg hoe groot hij is. Holy shit, daar loopt een Air Force achter mij. Dit is gewoon hoe groot deze tech is. Of deze mech. En er zijn dus nog grotere mechs. En dit ding is al groot. Holy shit. Dat is wel heel, heel, heel interessant. Alleen, je moet dus simpelweg wel een heleboel element hebben. Dat is het enige. Oh, hier zie ik, hier wordt van alles. Hier gebeurt van alles. Laat mijn dino's met rust. Oké, zit jij niet in... Ben je niet in een aggressive? Je bent passive. Jij moet gewoon agressief gaan. Want jij bent de turret van deze basis. Ook al wonen we hier niet meer. Dus ik weet, dat heb ik jullie helemaal niet laten zien. Deze basis hier. Hier is het wolvenleger. Zijn een aantal wolven doodgegaan? Nee, jullie hebben geen... Is er iets doodgegaan? In de basis? Even kijken. Nee, ik zie niet echt dat er iets dood is gegaan. Dus niet hier in ieder geval. Dat is een mooie basis. Het is helemaal leeg zoals je ziet. Want we hebben ik ben natuurlijk verhuisd. Rap is ook verhuisd. En ja, deze basis die blijft gewoon even hier staan. Wat we ermee gaan doen, weet ik niet. Het zal even leeg staan. Dit is allemaal gewoon leeg. Alles hier is leeg. Wat zit hierin? Een heleboel armen dat we hier nodig hebben. Nee, allemaal kiten en zo. Dat is allemaal gewoon niet nodig. Plus hier natuurlijk onze geheime kelder die niet zo geheim is. Maar ja, kijk hem daar staan. Onze tech mech. Het is gewoon een tech mech eigenlijk. Holy shit. Holy shit. Maar, deze dingen gaan dus ook niet dood, zoals Titans. Dus, dit is wel heel en heel interessant. Je kunt ze niet levelen op een of andere manier. En ik weet niet hoe je ze kunt levelen. Of het mogelijk is of niet. Weet je dit misschien? Laat het achter in de comments. En ja, dan kan ik misschien wat leren van jullie. Maar ja, de view gaat best wel snel omlaag. Dat is het nadeel, dus je hebt een heleboel element nodig. En ja, dat is eigenlijk element, metal.
En ja, dat is eigenlijk heel simpelweg. Wat ik ook wil binnenkort een keer wil gaan proberen, is al deze andere dingen te craften voor de Mac. Behalve de shield. De shield vind ik nutteloos. Deze dingen te maken. Gewoon deze dingen craften en dan 10 stuks van deze allebei. Dus ja, wat ik eigenlijk wil gaan doen, is ik wil gewoon 5 van deze Tech Max craften. En gewoon dan gaan proberen de Forest Titan te verslaan. Ik denk op zich wel dat dat zou moeten kunnen lukken met deze forest, met deze dingen. Ik denk wel dat dat zou moeten kunnen. Ik heb geen idee hoeveel damage deze doen. Maar omdat je simpelweg een gun hebt en je moet letterlijk aimen op dingen. En aangezien dit ding ook best wel snel is en je kunt best goed manoeuvreren, is het best wel handig om ze te gebruiken, denk ik. En als hij dan kapot gaat en je gaat dood, dan heb je bij de plek waar je terugspawnt, heb je er nog meer staan. Dus je kunt elke keer gewoon teruggaan. Ook hebben we wel rifles en sniper rifles die heel goed zijn. Dus ik denk op zich wel dat we een Forest Titan kunnen gaan temmen als we dat zouden willen. Dus ik ben best wel benieuwd. Dus ja, ik wil deze Mac niet al te veel gaan gebruiken. Aangezien ik niet al te veel element wil gaan gebruiken. Maar kijk hoe groot hij is. Holy shit. Letterlijk, ik sta even onder hem. Ja, en ik ga even de camera uitzoomen. Dit ben ik. En dit is de Tech Mac. Kijk dit dan. What the fuck. Kijk, ik zit hem onder de grond nu. Kijk hoe groot hij is. Holy shit. De Tech Mac. Ik vind hem wel nice. Het is niet heel duur te maken. En hij is ook niet heel erg OP, want hij heeft niet heel veel health. Je kunt hem niet levelen. Dus ja, best wel nice. Maar wat gaan we doen met deze Mac? Kun je überhaupt wat doen via dit? Enable auto repair. Auto repair. Oké, auto repair options. Change name, unclaim, export dyno. Nee, je kunt niet echt heel veel met hem doen. Je kunt hem ook niet weer inklappen en ergens anders neerzetten. Wat op zich ook wel raar is. Dus ja, als je hem eenmaal consumed en je craft hem, dan kun je hem ook niet weer inklappen. Zoals in het ding wat je craft eigenlijk. Dus laten we gewoon pick-uppen. Maar pick-up mod, dus ik kan hem gewoon meenemen. Heel, heel simpel. Dus ja, wat ik eigenlijk ga doen, is ik zet hem eventjes bij mijn basis neer. En dan, ja, dan laten we hier denk ik staan. Totdat we hem echt gaan gebruiken. Want het kost toch element. En we hebben een paar honderd element op het moment. We kunnen op zich best wel een paar duizend element krijgen. Als we gewoon wat element drops gaan, of element veins gaan grinden. Dan kunnen we op zich best wel wat meer element krijgen. Is op zich niet zo heel moeilijk. Maar onze Tech Mac vriend hier. Ongelofelijke Tech Mac vriend. Hij is echt zo cool. Ik vind hem echt zo cool. Ik wil even een goed plekje neerzetten. Hier misschien zo. Voor de screenshot zo dadelijk. Voor de thumbnail. Onze Tech Mac. Kijk hem. Kijk hem. Wat nice. Maar jongens en meisjes, dames en heren. Jammer genoeg ga ik niet een heleboel doen met deze Tech Mac. Zoals ik zei, ik wil niet een heleboel element gaan verspillen. Want element is best wel handig nu. Plus we willen ook nog een heleboel armor en dat soort dingen gaan maken van tech. Dus hebben we natuurlijk element voor nodig. Dus ja, dat is wel, wel hard nodig. Dus ik wil niet al te veel voor deze Tech Mac gaan gebruiken. Maar hij is echt wel nice. Dus ik dacht dat het best wel moeilijk zou zijn om een Tech Mac te krijgen. Op zich niet. Het is niet zo heel moeilijk om hem te krijgen. Maar ja, dit is de Tech Mac. Heb ik een cryofish gemaakt die ook best handig is om dinos op te slaan. En dat soort dingen. Dus dinos die we gebruiken en die in de weg staat, kun je heel makkelijk gaan opslaan. Wat heel handig is. Maar jongens en meisjes, dames en heren. Dit is het einde van deze video van Ark Extinction. We hebben vandaag deze geweldige Tech Mac gecraft. Deze gaan we nog niet heel erg veel gebruiken. We gaan binnenkort wel een heleboel meer dingen van tech maken. Maar de Titan Fights die gaan waarschijnlijk aan het einde van deze serie pas komen. Dus verwacht ze niet binnen een paar weken al. Nee, want ik wil het echt gaan bewaren als eindcontent voor deze serie. Dus wat ik wil gaan doen voor deze serie is ik wil de Forest Titan wil ik gaan temmen. Misschien de Desert Titan. Maar de andere Titan weet ik niet. Ik ga ook waarschijnlijk de final boss fight, de final Titan fight niet doen. Omdat ik denk dat het niet echt handig is. En het is waarschijnlijk heel erg moeilijk. En als ik dat ga doen,
als jullie dat willen, dan gaat dat waarschijnlijk alleen gebeuren in God mode. Dus dat betekent dat ik cheat het eigenlijk de laatste bossfight zal gaan doen in de laatste aflevering. Maar ik weet niet precies hoe dat gaat zijn. Deze serie is nog lang niet afgelopen, er is een heleboel te doen. Er zijn een heleboel dino's die ik moet temmen, dino's die ik wil gaan breeden. Dus ja, dit is pas het begin. Dus verwacht nog een heleboel meer op deze Ark Extinction. Maar, zoals ik al zei, is het einde van deze aflevering van Ark Extinction. Voor die video, leuk dat natuurlijk een like achter op deze video. Abonneer als je nieuw bent en hopelijk zie je allemaal terug in de volgende video van Ark Extinction hier op mijn kanaal.